Mensen, welkom bij een nieuwe video. Het is nog steeds Kelsember, de maand waarin ik elke dag upload. Daarnaast geef ik ook elke dag een paprika hoodie weg. Die heb jij ook nog niet, hè? Nee. Moet ik hem gaan bestellen? Nee, je kan hem winnen. Oh! Je kan kans maken op die hoodie door je Instagram even achter te laten in de comments en mij te volgen op Instagram. Dan maak je kans. Elke dag prijs. Merch. For free. Maar hoe maak jij winst? Niet. Oh. Vandaag heb ik Quint uitgenodigd. Quint is mijn homie. Nou, Quint, vertel even wat over jezelf. Ik hou van kaas. Niks is veranderd. We hebben ons YouTube kanaal vroeger zelfs Kaasworst genoemd. Gast, we hebben de intro nog niet eens gehad. Oh ja. Oh, oh, oh. Merry Christmas. Ja, dat was diep triest. Mm-hmm. Tinder. Dat is echt een vies woord in mijn relatie. Ja, zit je niet stiekem even te Tinder af? Nee, man. Als jouw vriendin nou Tinder zou maken, wat zou je dan zeggen? Ho, you ho. Eigenlijk, ik zou het chiller vinden als ze een OnlyFans aanmaakt dan een Tinder. Echt? Ja, OnlyFans is gewoon een beetje geld verdienen met je lichaam. En ja. Tinder is zeg maar iemand anders willen. True. He? Ik kwam laatst een video tegen van deze knakker. En die heeft een experiment gedaan. Oké, wat als je op Tinder gaat... Nou, ik ga het gewoon laten zien. Wat als je op Tinder gaat met foto's met celebrities? Ik dacht, als ik dit zelf ga doen, dan gaat natuurlijk iedereen doorhebben dat het een fatsoen is. Ja. Maar wat als ik het met foto's van jou doe? Dus ik heb een aantal foto's laten maken. Boy, yo! Dit was de dag dat jij chillde met Taylor Swift. Keihard. Zij heeft een van die liedjes, die ging natuurlijk over mij. Mary, Mary, Judy, and you never had to be alone. Ik vind het best wel een zieke Photoshop, man. We're just getting started. Boom. Ariana Grande. Hey. Dua Lipa. Yo, ik heb ineens een tattoo. Door daarom gaan mensen swipen natuurlijk. JB. Deze lijkt dumb to real. Nee, dit is Kylie Jenner. Kendall. Kylie Kendall. Jenner. Kendall. Ik weet niet welke van. Volgens mij is het Kendall. Fucking hard. Boom, boom. Mensen echt van, yo, ik wil wel met je op date, maar kan JB ook komen? Nou, we gaan dus kijken wat er gebeurt als je met zulke foto's op Tinder gaat. Verplaats je even in Quinten, maar dan de celebrity best friend Quinten. Ja, weet je, leuk wijfje die Babette, maar ik heb zoveel celebrity vrienden, kan wel beter krijgen. Ik zoek iemand met die star factor, die X factor, weet je wel. Heeft Stacy de X factor? Nee. Nee, ben wel verified. Hoe ben je Tinder verified? Hoe? Swipe je dan gewoon tand te veel? Marjolein. Nou, lijkt op een klein kind. Is een klein kind. Oh, lijkt ook een beetje op een... Op een gabber. Op een gabberchick. Ja. Ja, dit is wel star factor. Goddess. Zij zou één van die foto's kunnen zijn op mijn profiel. Ja. Boom. Ja hoor. It's a match. En niet zomaar één, maar met een absolute goddess. Letterlijk haar naam. Zullen we dat vragen? Oh. Scheet. Scheet jij. Heet jij echt goddess? Is wel een bepaald niveau in het leven als je je kind gewoon goddess noemt. Vind ik eigenlijk wel lijp. Goddess. Ik ga mijn zoon fucking King noemen. King. Dan sla ik je echt. Dat is toch een harde naam voor je zoon? Nee. King. Je lot is wel lekker. Ja. Edit dat eruit. Lotte is niet lekker, maar vriendin is lekker. Oké. Okay. Stuur super like. Nee man, die nee, ik doe gewoon normale like. Normaal. Ja, Esther mag ook opbokken. Opbokken. We weten wat we willen. Opbokken, Kim. Die laat, kijk maar, zij heeft wel die, snap je? Zij staat wel gewoon in de rij voor de club op zoek naar Lil Kleine om haar naar huis te nemen. Dus als ze deze like heeft, ze ongetwijfeld ook superstar celebrity friend Quinten gelijk. Precies. Geen match, helaas. Onze mensenkennis is wel, hè? Ja. Oh, kijk, we got a match. Zij ziet er ook wel uit als een international hip-hop artist. Snap je? Stel dat jij op pad gaat met Justin Bieber en je neemt haar mee, dan denkt Justin, kan er wel bij hebben. Zou gewoon kunnen. Nou, Geertje mag opbokken, Siriman opbokken, Trixie opbokken, Astrid opbokken, Elisa opbokken. Ah, nu kan het. Zij is leuk op een feestje. Pleun. Ah, Pleun kan wel. Pleun kan ook wel. Pleun is een match. Hebben we genoeg matches? Nou ja, we hadden ook al een aantal matches, want ik heb me allemaal kapot geswiped. Als speler. Ja, want anders zijn we hier straks 3 uur bezig met swipen en dan komt er een keer een match. Het is Kelsember, hè? Geen tijd voor die dingen. Dus er lopen al een aantal gesprekken hier. 40 likes. Dus waarschijnlijk is dit als je daar Tinder Gold neemt, dan kun je met die 40 ook. Ik ga dit zeker doen. Ga je nu Tinder Gold nemen? Ja. Ik heb laatst gehoord van iemand die zegt als je dit doet, gewoon die hard eyes steeds stuurt. Betere openingszin is er niet. Bam. Hey, fabriekwerk. Alleen maar hard eyes. Ja. Hey, maar wacht even. Ik heb net die Tinder Gold shit gefixt. Ja, dus je kan al deze zijn instant matches. Match. Gewoon een match. 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 Ja hoor. Match. Match. We gaan ervoor. Boom. 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 Bitch, I'm a ghost. Hier. Ta 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 ta. Editor, doe de Rainbow Road Track van Mario Kart. Ik ben klaar. Ah, nu moet ik naar iedereen weer. Wat een gezeik. Oké, we hebben een response. Haha, thanks Quinten. Zo, zij schrijft een heel boek aan de hand van een emoji, lijkt het haast. Ben je wel eens in LA geweest? Want ik wel, want ik chill daar. Met de bal daar, met ballers. Met fucking Dua Lipa. Ja, ik heb al deze motherfuckers hard eyes gestuurd. Hard work. Now we wait.
Taylor is 178, so you are around 170, means we are the same height. Hey, she drinking the Kool-Aid, man. She drinking the Kool-Aid. Sophia, 24, ze lijkt 16. Oh, ik denk dat ze scheming. Wat zeg je? Kijk, want zij gelooft of wil erin geloven. Nou, Taylor definitely had some heels on, man. Def had some heels on. You know how she can be, you know. Oh, what the fuck, je kan ook video bellen met Tinder. Als ze daarop stuurt, gaan we zeker gewoon even een pogingje wagen. Wat zeggen die anderen? Jij ook pleerlijke haartjes. Pleerlijke haartjes. Maar ik zei toch niks over haartjes? Ja. Nee, heerlijke plaatjes. Jij ook heerlijke plaatjes. Vet hoor, al die beroemdheden. Denk je dat ze... Ja, volgens mij wel. Haha, ja, ik woon... Ja, die moeten we de hele tijd doen. Ja, man, ik woon in L.A. en ik kom ze daar overal tegen op feestjes. Juist, die celebs. Haha. Is Samira een beetje lekker? Nee. Nee. Haha, grapjas, waar kom je vandaan? Hoezo grapjas? Is dat fucking serieus? Volgens mij heeft ze ons gewoon door, man. Amsterdam. Maar... we wonen nu in L.A. We gaan het nog een keer zeggen. Heb je dat nou nog niet door, ja. Samira? Wat doe je in L.A. dan? Ja, wat doen we in L.A.? Ja, filmshoot. Werk op de set van videoclips als regieassistent. Zo, backstory in the making. Oh, wacht, deze chick komt uit Hongarije. Zeg van, I'm also hungry, wanna grab a bite? Hij gaat helemaal stuk op. Zij gaat denken, haha, elke keer die joke. Wamba grab a bite. Spuug anders met water uit. Oh, yo, is nou die andere chickie weggegaan? Wie? We hadden toch dat hele verhaal over die set? Die Jimmy is gewoon weggegaan, man. Ah, ik denk dat zij die Fatou vindt om voorgelogen te worden, man. Wauw, uit de eerlijkheid. Je kan toch wel tegen een grapje? Fucking Samira. Samira. Als je kijkt. You ruined it. Het had zo grappig kunnen zijn. We nog kunnen video bellen, kunnen chillen. Zij dacht, flikker op met je kut verhaal. We hebben nog een like. Ah, Suus is leuk, man. Hey, Suus. Wat ben je mooi. Ik gooi hem er gewoon in, joh. Kom mij het schelen. Gestrekt been. Dat. Goeie Photoshop skills. What the fuck? Ze heeft het door! Wat zeg je nou? Nee, is echt. Moet ik het bewijzen? Vraagteken. We gaan kijken of we haar kunnen overtuigen. Maar je kan het pas echt bewijzen als hier ook Justin Bieber. Jij bent ook een celebrity. Net een ander niveautje. Hey, hey, hey! Jij ook. En je hebt leuke vrienden, zie ik. Ja. Snap je hem? Ja. Ja. Zijn Hollanders te nuchter om dit te geloven? Sowieso. Jazeker, jij ook. Ja. 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 Gewoon direct flexen. Op de set van videoclips. Hé, hey, deze motherfuckers praten helemaal niet meer. Kijk, jij hebt niet zoveel Tinder-ervaring, maar dit is gewoon de norm. Is dit de norm? Dit is de norm. Dat je zo koude lang moet wachten? Ja. Wat een gezeik. Vooral als man, en je bericht sturen naar vrouwen, die hebben een soort van ongeschreven regel van als je te snel reageert ben je fucking thirsty. Oh. Dus dan gaan ze wachten. Dan wachten wij ook. Anders dan eindigen we hier de video en dan maken we gewoon een vervolg. Dan heb je ineens twee video's, weet je wat? Wow. We zijn nou een uur bezig met deze kutvideo. Oké. Geduld is een schone zaak. Oh. Wat ben je aan het doen? Of vraag je dat niet? Je kunt dat vragen, maar dat is wel echt bottom level Tinder, man. Kelderklasse Tinder. Deze vrouwen kunnen toch gewoon denken, oh, laat ik gewoon even snel reageren op deze guy. Waarom niet? Dan openen ze de deur tot seks en nooit meer praten. Hallo, Mirte reageert gewoon, hoor. Hey. En Mirte is nog lekker rood. Zo! Ja, 27, mondhygiënist. Ik zou zeggen, spring er bovenop, jongen. Ik spring helemaal nergens bovenop. Want ik heb een vriendin. Ha! Simp. You can't get this. Mirte ziet er mooi uit. Maar ze ziet er ook uit als iemand die dit misschien nog wel gelooft ook. Ja, ja. Dus we gaan voor deze. Allemaal geld zetten in op Mirte. Bam. Als Mirte het gelooft, krijg jij van mij 20 euro. Oké, we moeten de aandacht trekken naar mijn foto's, dus we beginnen over haar foto's. Zo, jij hebt echt goede foto's. Doe je dat erbij naast mondhygiënist? Hoe bedoel je het? Ik snap het suggesten. Gewoon. Dat zij fotograaf is. Ja, of model. Oh, ik wil gewoon dat er één iemand is die ook maar enigszins laat blijken dat ze het gelooft. Wat doe je dan? Hier, Esther gelooft. Ik denk dat Esther het gelooft, ouw. Assistent regie. Bam. En dan moeten we straks dus gewoon opgooien van... Hé, hey, heb jij ook celebrity vrienden? Gooi hem gewoon. Ja, ja, ja. Het is zo sad, dit. Ja, dat is de enige waar jouw leven uit bestaat. Ja. Hier, Lisa. Boom. Wat de fuck zegt zij? Jij. Oh, zo van? Ja, nee, jij. Oh, yo, she's in on it. Jonko. Aight. I Lisa. Smoke an unholy amount of weed. Misschien is ze wel stoned genoeg om het te geloven. Classy Lisa. Nou ja, wat zeg je op haar? Match me if you think you can smoke me out. Thick AF. 420.
Oké, maar nu gaan we dus over de wiet beginnen. Heb je wel eens de LA wiet? Juist! Wat als je nu zegt, laatst kreeg ik de beste shit ooit van mijn mattie, ja. Snoop Dogg. Ja. Mijn beste shit gesmoked in LA met Snoop. Boom! Zij gaat sowieso happen. Beter wel. Esther, heb jij die dan? Ze gelooft er geen reet ja, van. Ja, heel veel zelfs. Zeg gewoon even ja, je ziet mijn foto's toch. Want ik wil even weten of zij zegt, oh ja, inderdaad. Maar lieve schat, je ziet... Exposed! Kak! Hé, maar eerlijk, het is fucking goed gefotoshopt. Ja. Vroeger waren mensen nog niet zo goed in Photoshop. Nu elk kind opent gewoon zo'n app en die leert dit. Hoe zou je dat willen doen? Videobellen. Zeg dan, ben nu met celeb. You talking shit. Esther, kom nou. Het had zo mooi kunnen zijn. Fuck Esther. Wow, yo, kijk, het gaat ineens loose. Zo. Haha, moet ik ook maar eens naar LA dan. Je kan ook gewoon met mij chillen. Ben nu met celeb. Niemand zegt dat. Je liegt al de hele tijd. Nice try, though. Kutzooi. Ik ga wel even er volop in, oké? Is gezellig. Even jij denkt echt nog dat dit gaat lukken, hè? Deze vrouw denkt gewoon dat ze een penis gaat. Ja, waarom is de wereld zo fucked up, man? Ze is ook weg. Ze is weg. Nee! Oh, Esther. Send pics or it didn't happen. Kijk, dit is je kans, jongen. Je zegt gewoon... Heb je mijn profiel niet gezien? Nee, dit is je kans. Je zegt, oké, kom videobellen. Oh, ja. Ja, jij denkt... Ben nu met Snoop. Oké. Nee, ik doe gewoon ben nu met celeb. Suus zegt, wie niet? Yes, ja, ze is aan het kutten. Nee. Waar ken je me van dan? Haha. Letterlijk haha. Ja, Suus is gewoon mijn enige hoop nog. Ja, maar ik ben wel even serieus benieuwd. Als dit de conclusie is van deze video, is dat dan ook eigenlijk het einde van Kelvin die Tinder video's maakt? Waarschijnlijk wel. Denk jij dat deze Suus... Gaat videobellen? Nee. 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 Ah, dat denk ik zo. Ik denk dat alle piemelbellers hebben dat voor ons verpest. Van de 47 matches wil helemaal niemand tinderen. Hey, wacht. Als klap op de vuurpijl. Bel me. Ik ga akkoord. Waarom is dit zo onheilspellend? Ja. Oh, misschien kan het niet met screenwerk, denk ik. Yo. Alles goed? Ja, met jou? Ja, fucking goed. Hé, hey, wat vond je van mijn foto's? Ik vond het echt heel funny. Vooral die laatste, want die was zo buiten proportie. Dus je geloofde het gewoon niet? Nee, sowieso niet. Die lijkt oké, maar als je er al goed naar gaat kijken, klopt ook geen kut. Ze kloppen allemaal niet, maar ik bedoel... Ah, ik vond ze nog best wel overtuigend, maar ja, ik ben wel echt met een celeb, hoor. Ik ben wel echt met een BN'er. Met wie dan? Ik weet niet wie jij bent. Ja, we dachten we gaan even kijken wat er gebeurt als je die Photoshop celebrity truc doet. Maar Nederlandse dames zijn toch argwanender dan gedacht. Nee, het is gewoon super grappig. Ik bedoel, kijk, je weet gewoon dat het niet zo is. Ik bedoel, hoe stoep ik heel anders? Nee, kom nou, je moest het geloven. Ja, wat is dit? Wil jij in de YouTube video? Ja, maar dan moet je me wel taggen in mijn Insta, want ik doe ook iets van cannabis, man. Oké, hebben we daar even contact, ja? Ik zie je verzoek. Oké, later. Joejoe. Bye bye. Toch nog een videobel, yes! En zij gelooft het ook niet! Nog op de valreep, maar nee, helaas. Maar het was wel een leuke chick. Ja. Experiment gefaald, mensen. Ja. De groeten! Merry Christmas!